Dag plantenfluisteraar. Ik kom naar u met een probleem van onze Monstera Dansoni. We zouden graag willen dat hij over deze boog kruipt. Maar ik heb het gevoel dat hij misschien niet genoeg licht krijgt, aangezien er hier enkele bladeren al zijn afgevallen. Misschien dat het te hoog is, maar hiernaast hebben we die poten hangen die wel heel mooi groeit en heel laag komt. Maar misschien gaat hij het net zo laag, omdat hij dan meer licht krijgt. Kan jij me hierbij helpen? Hey Bernd, superleuk dat je een muur wilt voorzien van groen. En de Monstera Adansoni is daar de ideale plant voor. Je stelt je de vraag of je Monstera voldoende licht krijgt. Wel, hij is geschikt voor een iets donkerder plek, dus daar zal het niet aan liggen. Een plant die je wilt laten klimmen langs een muur moet maar één ding doen. En dat is groeien, groeien, groeien. In je filmpje zag ik dat de plant in een vrij kleine sierpot staat. Voorzie hem dus van een iets grotere pot. Zo zal hij voldoende voedingsstoffen kunnen opnemen en zal hij ook een grotere buffer aan water hebben. Geef hem ook minstens één keer om de 14 dagen vloeibare meststof voor groene kamerplanten. Het zal de plant een boost geven, zodoende dat hij volledig over de muur geraakt. En als je deze plant nog meer in de watten wil leggen, benevel hem regelmatig met de plantenspuit. We sturen je alvast de groene kamerplantenmeststof toe en de plantenspuit en hopelijk heb je dan heel snel je groene muur.